ja, echt lol dansen. En vooral zo als een boom zo waaien. Ik kan gewoon uren doen. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over ecstasy. Dat was leuk, maar ik vond het ook weer niet leuk. We gingen naar een feestje in Rotterdam, in de Kuip. Omdat ik zo aan het feest was, dacht ik dat het stadion vol zat. En toen ging ik zo net als alle voetballers, weet je, hadden na de wedstrijd echt een rondje klappen. Mijn eerste keer ecstasy was op een feestje Girls Love DJ's. En toen was ik met een groep vrienden. Ik weet nog dat ik van de wc kwam en toen kikte dus dat kwartje in. En toen keek ik echt zo rond over die hele menigte. Toen dacht ik echt zo, yes, ik hou van jullie en jullie houden van mij. Mijn eerste keer ecstasy was, ja, dus echt kut. Want ik werd helemaal paranoia en ik dacht dat iedereen achter me aan zat. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik echt bad ben gegaan. Dat ik echt erin zat. Dat ik echt dacht van, wauw, dit is misschien wel mijn laatste avond en ik word vermoord en vaarwel. Als je de risico's van ecstasy gebruik wil beperken, laat dan absoluut je pil testen. Zodat je weet hoeveel van het werkzame middel erin zit en welke andere stoffen. En zorg er ook voor dat je de volgende dag gewoon niks te doen hebt. Dat je goed uit kan rusten, goed eten en drinken, zodat je sneller herstelt. Als ik aan de ecstasy zit, dan ben ik denk ik net zoals iedereen die aan de ecstasy zit. Dus ik ben heel lief, ik geef heel veel complimentjes, ik wil heel graag vrienden maken. Tegen goede, diepe gesprekken met mensen hebben en ik wil vooral nooit meer stoppen. Ja, ik word gewoon heel empathisch, heel zacht. Ik ga ook heel veel praten met mensen. Een van de effecten van ecstasy is zin hebben om veel te praten. Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ecstasy zowel meer energie geeft, het is echt wel een stimulerend middel, maar het geeft ook een gevoel van verbondenheid met anderen. En je hebt zin om sociaal te doen en je vindt de mensen om je heen lief en aardig en je vindt het leuk om met ze te praten. Dus dat in combinatie met wat ontremd zijn en überhaupt de hele sfeer op een feest zorgt ervoor dat mensen onder invloed zin hebben om veel te praten. Ja, ik ben wel echt het stereotype ecstasy gebruiker. Dus echt zo blij en zo liefdevol. Vroeger als ik ecstasy gebruikte, ging ik echt goed erop. Ging ik echt heel veel lullen en zo, tot irritants toe. Allemaal nieuwe vrienden maken. Je kent wel dat je een vrienden maakt en dat je op Facebook gaat toevoegen. En dat je de volgende dag denkt, wie was jij ook alweer? Wat ik dus heel irritant vind aan mezelf, maar ik blijf het doen. Ik ga dan echt met complimentjes strooien gewoon, maar echt. Het is gewoon niet normaal. Iedereen op een festival moet ik even zo tegenhouden en zeggen van, sorry, mag ik je even zeggen dat je echt een hele leuke jurk aan hebt? Echt heel erg leuk. En dan ga ik ook met al die mensen, wil ik dan op de foto met al mijn nieuwe vrienden. En de dag erna kijk ik naar die foto en dan denk ik van, zo lelijke jurk. Alleen nu ga ik echt niet goed erop. Ik ga zo hard spacen. Ik vind dat echt niet leuk. Gewoon heel mijn beeld gaat draaien en ik sta dan ook helemaal zo. En dan mensen ook denken, als ik dan misschien een halfje of een hele op heb, denken mensen dat ik al aan de 5 pillen zit of zo. Er bestaat in principe geen veilige dosis voor ecstasygebruik. Wil je de risico's beperken, hou het dan tot 1 tot 2 milligram per kilo lichaamsgewicht. Dus ben je 70 kilo, is 70 tot 140 milligram meer dan voldoende. Ga je meer gebruiken, verhoog je alleen maar de risico's op negatieve effecten. Voor de hand ligt natuurlijk een feestje, omdat je daar kan dansen en dat je een beetje ruimte hebt om rond te lopen. Maar ik heb ook wel vaak ecstasy gedaan, gewoon thuis. Gewoon met één iemand, met één vriend of vriendin. En dat is ook heel tof. Ik denk voor mij een thuissetting. Ik denk dat als je het in een thuissetting doet, tenminste voor mij is dat zo, dan ga je veel meer in elkaar op. En ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen te zijn die je dan goed kent. Je hebt goede gesprekken en je gaat helemaal in elkaar op. En op een festival, ja, als je het met heel veel mensen doet die je niet kent, dan ga je die mensen natuurlijk ontmoeten, wat ook heel erg leuk is. Ik denk ook dat als ik het in een club zou doen of op een heel groot festival, dat de indrukken net iets te intens zijn of zo. Zoals je misschien wel weet, is ecstasy een verboden middel. En dat betekent dat het bezit van ecstasy strafbaar is. Het is wel zo dat als je alleen een gebruikershoeveelheid bij je hebt, en dat is dan één pil of minder, dat je dan niet wordt vervolgd. De ecstasypil wordt dan wel ingenomen, maar het heeft verder geen gevolgen voor jou. Het gebruik van ecstasy is niet strafbaar en high zijn op de ecstasy ook niet. Dansen, wel echt dansen. En dan het liefst zo van die doem, 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 muziekjes, weet je wel. Ik word denk ik het gelukkigst van een ontzettend leuk en liefdevol gesprek met een hele knappe hetero. Zodat ik dan de hele tijd hoop dat we stiekem gaan zoenen. Nee, wel grapje.
misschien toch wel een beetje waar. Begin ik altijd zo'n beetje zo klein en dan een uur later rol ik over de grond en zit ik met die mensen een driedubbele salto te doen. Ja, met ecstasy weet ik gewoon heel goed wat ik wil op dat moment. Dus dat kan zijn een goed gesprek, maar het kan ook zijn dat ik zeg van nou, ik heb ineens zin om lekker een beetje te dansen, weet je wel. Dat je gewoon een beetje gaat dansen. Ja, echt love dansen. En vooral zo als een boom zo waaien. Dat is echt, ik kan gewoon uren doen. Maar het gelukkigste maakt me gewoon het zijn met de mensen waarmee ik dan ben. En gewoon om helemaal in het moment te zijn. Veel mensen hebben het idee dat ecstasy en MDMA twee verschillende drugs zijn. Maar MDMA is de werkzame stof in ecstasypillen. En het is niet zo raar dat mensen dat denken, omdat als je de MDMA in een pil stopt, dan heb je zo'n piekmoment van de ecstasy. De MDMA in poeder of kristalvorm, puur door hoe het de vorm die het heeft, komt het wat geleidelijker opzetten en hebben mensen het gevoel dat het wat chiller is en daardoor echt wel een ander effect heeft.